Met het beste materiaal en gebruikmaking van de allerlaatste technieken maakt hij uw verstopte afvoer open en schoon, zodat de problemen voor eeuwig voorbij zijn. Ook heel van deze tijd kunt u hem natuurlijk ook bereiken via het internet. Goedenavond beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Regio Nieuws met berichten voor de vier dorpen van de gemeente Haren. Alle berichten en agendapunten van dit programma kunt u ook teruglezen op de website www.haren.info. Komende dinsdag 13 maart begint in Est de renovatie van de bierpomp. Op 13 maart wordt het ijzerwerk gedemonteerd, het toegangsluik en wordt de pet met het baggersbeeldje van de bierpomp afgehaald. Loes zal deze herbouwing van de bierpomp steen voor steen helemaal in beeld gaan brengen. Straks meer hierover in onze uitzending. Komende woensdag 14 maart wordt voor het eerst de nieuwe milieustraat van de gemeente Haren in gebruik genomen. De nieuwe milieustraat aan de Helvoetseweg 6B in Haren naast de nieuwe brandweerkazerne zal woensdag voor het eerst haar poorten openen. De openingstijden zullen zijn elke woensdag van 2:30 tot 4:30 en elke zaterdag van 9 tot 3. De oude milieustraat in de Nemelaarstraat heeft zaterdag 11 maart definitief de poort gesloten. De lokale inzameling van tuinafval blijft behouden in de andere kernen. Woensdag 14 maart is er een voorlichtingsavond van My Wheels. Dit zal zijn in de Domp, Kerkstraat 26 in Haren. Het begint om 8 uur. Het doel van My Wheels is het particulier autodelen van auto's. Goedkoop en gemakkelijk kan op die manier een auto worden gebruikt. Volgens de organisatie is het autodeelsysteem My Wheels in Haren, Helvoort, Es en Vught een succes. De afgelopen maanden zijn auto's aangeboden en autogebruikers hebben zich aangemeld. Met MyWheels kan een autobezitter geld terugverdienen op de autokosten en meehelpen op een milieuvriendelijke manier het verkeer te stimuleren. Meer informatie dus tijdens de voorlichtingsavond. Ook op 14 maart in de Domp is er een bijeenkomst van Wooncorporatie Veste, Delta, Politie Brabant Noord en Wijkorgaan Vrijwilliggroep Vrijwilligers met een informatieavond over inbraakpreventie. Iedereen van de gemeente Haren is hier van harte welkom. Het is wel de bedoeling dat u zich van tevoren aanmeldt. De avond van de avond is om 7:30. Donderdag 15 maart is het weer wandelen. Deze keer is de start om 10 uur bij de Michiel in Haren. Op vrijdag 16 maart begint in Es een jongerenontmoeting van Friends of Europe. Er komen ongeveer 60 jongeren uit 27 verschillende landen vanuit Europa naar Es voor een heel weekend vol activiteiten. Meer hierover straks in onze uitzending. Goedenavond beste kijkers van Loes en natuurlijk van Bostion. En we staan weer aan een nieuw jaar, 2012. We hebben vreselijk veel zin in om mooie programma's te maken voor u. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder uw steun. We zijn heel erg dankbaar voor onze adverteerders, maar we hebben ook onze steuns aan de actie. Menigeen Echtenaar, die Loes een warm hart toedraagt, die betalen 5 euro per jaar. En daarvan kunnen wij onder andere onze programma's maken. Ook zij dingen mee naar een mooi mandje, een goed gevulde mand van Waldo, die we iedere maand verloten, zoals wellicht iedereen weet. En kans maken op een mooi bouquet bloemen. Binnenkort komt een van mijn collega's weer bij u aan de deur om te vragen of u ook ons dit jaar weer wil steunen. Het is een beetje verslonst het afgelopen jaar, maar we willen heel graag de draad weer oppakken. Binnenkort komt er iemand bij u aan de deur en die vraagt of u ons weer wilt steunen voor 5 euro. U krijgt dan dit kaartje van een van mijn collega's en middels dit kaartje kunt u meedoen aan mooie acties het komend jaar. Eén actie is al op touw gezet. En wat dat is, kunt u nu gaan kijken. Goedenavond kijkers van Loes.
Ook ons café draagt de lokale omroep een warm hart toe. Samen met de lokale omroep zijn we een actie gestart en deze actie houdt in: word lid van de lokale omroep voor 5 euro per jaar. U ontvangt een bewijsje. Laat dit bewijsje even op zondagavond in de maanden maart en april tussen 5 en 8 uur in ons café zien. En u ontvangt gratis een portie bitterballen. Smakelijk eten! www.haren.info. Voor de inwoners van de plaatsen Liezenmortel, Es, Haren en Helvoort is een speciale website gemaakt. De website www.haren.info is gevuld met nieuws- en videobeelden van de 4 kernen van de gemeente Haren. Bezoek de website ook eens en stuur uw nieuws en video in naar de redactie. Graag willen we het nieuws van uw vereniging, club of organisatie op onze website vermelden. www.haren.info brengt 4 kernen in beeld.